Met een verrassing, hè, dat hij wat die wil daarmee maken. En ik heb een mengelmoes pizza zonder kaas. Dus we zijn echt benieuwd hoe ze het maken. We weten al wel hoe het smaakt. Dus. Maar deze video, we gaan wel de rest nog vinden als we het gaan proeven. Wij gaan wachten tot het klaar is. Tot zo. Ik hoop niet hoor. Yes, ik niet aan. Pizza New York, King Nicky. Schatje, neem jij de eerste hand? Ja. Alleen wat je bij sommige andere pizzeria's hebt, dat niet zo warm is. Deze is hartstikke warm. Je kan bijna niet vastpakken dat het warm is. Maar het ziet er heerlijk uit. Goed verzorgd. Ze sowieso krijgen het uiterlijk. En de hitte een 10. Ja, dat is bij mij ook zo. Hij is inderdaad wel heel warm. Kom. Dan komt het nog. Dat is een hitte en 10. En nu ga ik hem proberen te testen. Dus ik ga even wat doen. Is het lekker schat? Ik ga hem ook even neerzetten. De maak is ook een 10. Oké. Ja hoor. Dus echt een 10 voor New York pizza en plezier. Ik ga ook rusten, ik ga hem ook proeven. De warmte is dus inderdaad 10. Nou, ik ga kijken of het staat. Als we dit hadden kunnen verwachten. Ik doe weer. Maar hij is zeker een 10, ook de smaak. Ik kan ook niet anders verwachten eigenlijk van een wilde pizza. Hier een rode ui. Heerlijk, een 10. Van alle pizzeria's die je hier in Vlissingen hebt, staat New York Pizza bij mij op 1 met een 10. Dat is bij mij ook zo. Super lekker. Nog een stukje nummer. Wat? Welk stukje? Nummer 2, hè? Nummer 2. Een voordeel van deze pizzeria. Ja? Bij andere pizzeria's heb je na half uur weer honger. Ik zit na 1 stuk al bijna vol. Zo lekker is het. Nu ga ik naar stukje nummer 2.
Nicky heeft nog echt één stuk over. Ik heb echt heel veel pizza. En mochten jullie dus in de buurt zijn van Vlissingen? Ga zeker langs bij New York Pizza. De lekkerste pizza komt hier echt vandaan, mensen. Dan heb je echt die beste pizza. We hebben een groot bord waar er alles op staat. Goed drinken, we zijn ijs. Ja, Ben Jerry's ijs, mijn lievelingsfavoriet. Ze hebben ook nog iets, Jerry's ijs. Ben Jerry's. Hier in New York, pizza. We hebben echt heerlijk gegeten. Echt dankjewel voor deze uitnodiging. Bedankt. Maurice, echt dankjewel dat we hier mogen eten. En mochten we vloggen weer? Nee, niet meer.
mij altijd onder. Ja, dat was je nu wat voor mij. Ga jij nu vast mij? Die zat in mijn mandje. Die gaat weg. En willen jullie echt bedanken voor de pizza dat we hier hebben mogen eten. En vonden jullie dit nou een leuke video? Like en neem dan vooral. Vergeet niet te abonneren op nu horen. Vergeet niet te hen te volgen op Instagram, dat hebben ze ook nog. En bedankt voor het kijken, tot bij de volgende vlog. Doeg! Thank you.